Hou je van comedy uit binnen en buitenland, van vroeger en van nu? Abonneer je dan meteen op dit kanaal en wees welkom bij de Comedy Connoisseurs. Hallo, ik ben Stef van Poeke, zelfverklaard humorhistoricus. En zoals altijd in het vakje naast me, Richard van Wilzen, de wandelende comedy-encyclopedie van Nederland, de man achter zwartekat.nl. Alles goed, Richard? Prima, met jou. Met mij alles goed. Ik ga het straks over mijn favoriete comedy panel game hebben. Je hebt het al over Taskmaster gehad. Ik ga het over Whose Line Is It Anyway hebben. Maar we gaan beginnen met de man achter jou. Want iedere week hebben we het over onze en hopelijk ook jullie helden van de humor. En we doen dat aan de hand van onze uitgebreide comedy collectie. En deze keer, Richard, ga jij het hebben over, zeg maar. Bill Hicks, de Amerikaan Bill Hicks. De grote meneer Bill Hicks. Zeker, ja, het is iemand waar ik eigenlijk vanaf het begin gaandeweg een beetje kennis mee heb gemaakt. Dat was nog voor YouTube. Je had zeg maar allerlei van die websites waarmee je MP3-bestanden kon uitwisselen. Napster, als ik het zelf nog wat zeg. Ja, En ja. op een gegeven moment waren er ook van die websites waarbij je ja, zeg maar, bestanden kon downloaden. Nou, dat was nog heel ongewoon in die tijd, MP3. Dat was allemaal nog in opkomst. En dat bleken hele devote websites te zijn, gewijd aan Bill Hicks. En dat is een Amerikaanse stand-up comedian, geboren in 1961, overleden in 1994, slechts 32 jaar oud. En dat bleek een eye-opener te zijn eigenlijk. Het was iemand die ja, een vorm van humor bracht die voor mij toch wel nieuw was. Ik was een beetje ja, zeg maar het brave cabaret gewend. En dit was een man die gewoon harde, sarcastische, compromisloze humor bracht. Hij viel maatschappijkritiek. Hij had uiterst veel kritiek op religie, het massaconsumptie. Nou, het bizarre toeval was, want we hebben het dan over de periode vanaf, nou, het begon al in 1999. Toen maakte ik kennis met zijn materiaal. Maar eigenlijk pas vanaf 2001, ja, toen was het echt heel erg opzienbarend. Want toen begon namelijk de Tweede Wereldoorlog, de Tweede Golfoorlog, de Irakoorlog. En nou zit het opmerkelijke dat hij in 1990, 1991 heel veel grappen heeft gemaakt over de Eerste Golfoorlog. En de toenmalige president, George Bush. Dus heel veel grappen die leken eigenlijk gewoon nog steeds over die andere periode, over die ja, nieuwere periode te gaan. Leken nog actueel te zijn. Precies, 7 na zijn overlijden. Nou, als je het hebt over Bill Hicks zelf, hij is al heel jong begonnen met stand-up comedy. Vanaf zijn 13e kregen zijn ouders al een telefoontje van de mensen van het jeugdkamp. Zo van, nou, Bill is super grappig, maar misschien moeten jullie even de opvoeding heroverwegen. Later zou hij ook bijvoorbeeld met een vriend gewoon het huis uitsluipen om naar een comedy show te gaan, om daar zelf op te treden zelfs. En ja, wat dat betreft, hij komt uit een streng christelijke achtergrond. Zijn ouders hadden nogal wat ja, moeite met zijn comedy, maar uiteindelijk na zijn overlijden en in ieder geval na zijn succes waren ze toch wel heel trots op hem. Maar ja, het was ook wel een vruchtbare bodem om grap over te maken. Hij komt echt uit zo'n redneck-achtergrond. Ik kom van de Midwest, denk ik, hè, of Precies, ja. zoiets. En hij heeft later ook nog opgetreden met een aantal andere comedians die uit die omgeving komen. Maar het is, ja, hij is nooit super bekend geworden, super succesvol. Het Daarvoor. was meer een comedian, hè? Nou, ik weet het niet. Toch, Nee, ik weet het niet. ik heb hem leren kennen doordat andere comedians over Bill Hicks bezig waren. Dus dan, hey, als je dingen aan het opzoeken bent over comedy en je hoort andere comedians, dat is zoals dat ze vroeger over Lenny Bruce, want het zit een beetje in die traditie ook, dat in die Ja. lijn dat hij ook nog een beetje zit. Nee, Dus. laat zo zeggen, Lenny Bruce, ja, misschien als een soort van truthsayer. Want hij was heel erg tegen hypocrisie, dat benoemde hij ook heel vaak. Maar
Hij is gewoon grappig, weet je. Dus waar Lenny Bruce, Ja, was meer schoppen bij tegen het Lenny systeem. Bruce kan zeggen van ja, op een gegeven moment was het gewoon niet meer grappig, want hij was alleen maar gefascineerd door die rechtszaken waar hij in vast zat. En hij was gewoon grappig. En als je ook kijkt bijvoorbeeld naar zijn grap, ja, weet je, dat harde, dat compromisloze, dat is het eigenlijk gewoon. Dat sloeg niet zo aan in Amerika, tenminste niet voor een heel groot publiek. Hij was super populair onder ja, zeg maar kleinere groepen. Hij is op een gegeven moment is hij ook in 90, nee, 91 is hij naar Engeland gegaan. Daar was hij heel erg populair. Daar speelde hij echt voor de grote zalen. En op het moment dat je dan ja, langzaam ziet dat hij bijvoorbeeld hij is, door Jay Leno is hij voorgesteld op te gaan treden bij David Letterman. Want Jay Leno was regelmatig gastpresentator van The Tonight Show, maar daar was hij toch iets te risqué voor. Maar Jay Leno vond hem uiterst geschikt voor de late night, waar die David Letterman toen nog presenteerde. Ja, en daar heeft hij volgens mij iets van 12, 13 keer of zo opgetreden. Alleen ja, de laatste keer dat was ja, een beetje pijnlijk. Want het was altijd heel. Ja, welkom samenwerking geweest. Alleen die allerlaatste voorstelling, en dat was ongeveer 4 maanden voor zijn dood, is dat fragment geschrapt. Want hij maakte grappen over religie, over de anti-abortusbeweging. En uiteindelijk heeft toen iemand, de vraag is wie, heeft toen besloten zeg maar, om dat te schrappen. Nou, uiteindelijk heeft David Letterman zelf zeg maar, een beetje het boetekleed daarvoor aangetrokken. En 16 jaar later, in 2009. Heeft hij de moeder van Bill Hicks uitgenodigd om samen zeg maar, naar dat fragment te kijken. En als je het nu ziet, het is gewoon nog steeds echt heel erg grappig. En wat ik heel mooi vind, is dat ja, ik heb Bill Hicks dus eigenlijk gewoon alleen maar vooral leren kennen via de MP3'tjes. Dus pas veel later kwamen de video's erbij. En ja, misschien ook wel goed om even te laten zien. Er zijn diverse DVD's uitgebracht. Dit was Ja, ik heb alleen nog videocassettes van hem. Van Oké. toen had ik wacht hè. In het middelbaar, dus in de middelbare school, gingen we met de klas naar Londen. En dan was ik al gek van comedy, vooral de Britse comedy. Maar daar heb ik dan ook de video's gevonden van Bill Hicks. En want ik ben naar huis gekomen met een sporttas vol met videocassettes. En daar zaten een paar Bill Hicks tussen. Dus de DVD's zullen waarschijnlijk wel de nieuwere versies zijn van die oude Ik hoop shows. het. Nou, het zijn in ieder geval de betere kwaliteit opnames. Dit is de eerste show die hij heeft uitgebracht, Sane Man. En in datzelfde jaar heeft hij ook nog een HBO-special opgenomen, One Night Stand. Ja, die heb ik op video. En ja, er zijn wat dat betreft, want hij heeft natuurlijk niet heel veel kunnen uitbrengen voor zijn dood. Hij heeft volgens mij twee CD's maar uitgebracht voor zijn dood. En ja, naar de hand merk je ook gewoon dat echt alles overgebleven materiaal wordt dan zeg maar op DVD uitgebracht. En er is ook nog een soort van complete collection, wat volgens mij is uit 24 DVD's bestaat of zoiets. En ja, eigenlijk elk schrapje aan materiaal merk je gewoon wat er is, dat is door de fans bijeengebracht. Dus dat is wel heel erg mooi. Dus je merkt ook dat er bijvoorbeeld bepaalde interviews bij een of ander lokaal tv-station, waar die. Volgens mij was het ook. Dat ging het over de aanval op Waco, Texas. Die David, de Branch Davidian, zeg maar. Daar had hij ja, wat gedachten over. Het aardige is, er zijn trouwens ook nog, als mensen geïnteresseerd zijn in de tekst. Dit is het materiaal, zeg maar. Dus heel veel van zijn teksten zijn hierin opgenomen, dit boek. En er is ook nog een biografie geschreven door een van zijn goede vrienden, Kevin Booth. En dat is dit boek. Agent of Evolution, of Revolution, Evolution. En mochten mensen ook nieuwsgierig zijn, ik zal je straks nog even een aantal links sturen naar in ieder geval drie van zijn beste shows en twee documentaires. Je kan heel veel terugvinden op YouTube, hè. Heel Dus, veel, dus er worden ook heel regelmatig dingen vanaf gegooid, maar ja, de links die wij zeg maar gaan plaatsen, die gaan in ieder geval de komende tijd doen. Misschien ook wel leuk om aan te geven van, ja, je gaf al aan, hij is heel invloedrijk geweest. Want ja, als je bijvoorbeeld mensen die hem als voorbeeld zien, is bijvoorbeeld Joe Rogan, Louis Black, Russell Brand, Frankie Boyle. Maar ook bijvoorbeeld in Vlaanderen is er liefde zeg maar, voor Bill Hicks. Want ik ben toen op het Amsterdam Comedy Festival geweest. Daar was toen Café de Joker. Samen met Alex Agnew en Seppe Tormans. Nou, Alex liet zijn
favoriete fragmenten zien. En Seppe heeft eigenlijk een soort van Nederlandse cover gedaan van het materiaal van Bill Hicks. En dat was echt heel erg goed. En in Nederland is bijvoorbeeld Theo Maassen, die ziet hem wel als een voorbeeld. En Javier Guzman, ik denk dat hij hem als voorbeeld ziet, want hij heeft op een gegeven moment in 2001 het lijst gewonnen en daar zat een grap in van Bill Hicks. De mensen die dan heel erg van de Bijbel zijn, zeggen van ja, nee, maar dinosauriërs of zoiets, die hebben niet bestaan, want dinosauriërs die staan niet in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel staat, is waar. Oh, nou, en dan schrijft hij het erbij. Nou, nu staat het in de Bijbel, nu is het waar. Nou, dat soort grappen, dat ik dacht van hé, dat komt bekend voor. Maar goed, het kan erger, want als je bijvoorbeeld Dennis Leary hebt gezien met zijn show No Cure for Cancer, eigenlijk het hele personage van wat Dennis Leary daar neerzet, is Bill Hicks. Ja. Dus ja, gelukkig genoeg voor Dennis Leary was er voor Bill Hicks geen cure for cancer, helaas. Want Dennis Leary is eigenlijk meer een acteur dan een comedian, hè? Dus die kan heel goed Bill Hicks imiteren. Ja, het is gewoon heel triest inderdaad dat als mensen nu bijvoorbeeld Bill Hicks zien, dan moeten ze aan Dennis Leary denken. Terwijl het natuurlijk andersom zou moeten zijn. Tenminste, je zou niet aan Dennis Leary moeten denken. Het enige verschil denk ik tussen Bill Hicks en Dennis Leary is dat Dennis Leary iets meer opgefokt was nog. Terwijl dat bij Bill Hicks met momenten is. Is dat bij... Dan moet ik misschien nog eens opnieuw kijken, want het is wel al lang geleden dat ik ze nog gezien heb, maar ik herinner mij van Bill Hicks ook wel iets rustiger gespeelde dingen, daarom is hij nog altijd wel kwaad en zo. Absoluut. Nee, kijk, Bill Hicks is veel gevarieerder. Dat Dennis Leary alleen maar fuck langs hier en opgefokt en alles erop. En Dennis Leary is gewoon niet grappig, dus dat is het hele punt. Maar Bill Hicks is wat dat betreft gewoon een fantastische comedian die veel te vroeg gestorven is. En het grappige is trouwens wel, tenminste grappiger, soms is het natuurlijk wel een beetje interessant om na te denken van, weet je, wat zou er zijn gebeurd als hij niet zou zijn gestorven? Want sommige mensen zeiden van, ja, maar is Bill Hicks eigenlijk wel een comedian? Is hij niet eigenlijk een soort van dominee? Nou, heel veel cabaretiers zijn eigenlijk wel een beetje dominee. Maar als je ziet, zeg maar, wat voor interesses hij had, met bijvoorbeeld ook samensweringstheorieën, bijvoorbeeld over Kennedy, dat hij dan zo'n heel grap, een mooie grap over, de Van Monty, zeg maar, dan, want hij had heel veel commentaar op het Warren Report, dus waarbij hij, zeg maar, de officiële verklaring van hoe de moord van Kennedy zou zijn gegaan. Mm-hmm. Maar hij had dan bijvoorbeeld ook een combinatie gemaakt, zeg maar, met Jezus Christus en John F. Kennedy, waarbij hij zegt van, ja, weet je, mensen die tonen hun geloof door een kruis te dragen. Denk je dat als Jezus terugkomt op aarde, dat hij dan een kruis zou willen zien? Dat is een beetje alsof je, zeg maar, naar de weduwe van Kennedy gaat en zegt van, kijk, een sniper rifle. We denken aan hem. Ik bedoel, dat is toch gewoon bizar soort gedachtensprongen kunt maken. En ik zat zo op een gegeven moment te denken, ook met de interesse voor de Branch Davidians. Dus ik zag op een gegeven moment een theorie dat eigenlijk Alex Jones is eigenlijk Bill Hicks. Dus als hij ouder zijn, als hij had geleefd, dan was hij misschien wel een Alex Jones geworden. Nou, dat Alex Jones ken ik zelfs niet. Nee, die ken ik niet. Nee. Goed zo, hou zo. ik heb die naam niet gezegd. Nee, dan ga je het beerput van het internet in. Oké, goed. Dus ik zal dan maar zeggen van, is al meer richting George Carlin gegaan zijn, misschien. Ik zou die twee zeker niet met elkaar vergelijken. Alex Jones is geen comedian. Bill Hicks bedoel ik. Dus het maatschappij-kritische zit bij alle twee wel. Hè. Ze hebben niet dezelfde stijl, maar de woede en het maatschappij-kritische zit bij alle twee wel. Hè. Naar mijn idee zat hij al op dat niveau gewoon. Dus ik heb niet het idee dat hij zou moeten doorgroeien. Niet doorgroeien, maar gezegd van, hoe zou Bill Hicks zijn als hij nog zou leven? Ik denk dat hij van het kaliber van George Carlin, dat zo'n beetje... Zeker. Nou kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de waardering die comedians voor hem hebben en comedy-liefhebbers, hij zit stevast in de top 10 of top 15, zeg maar, van de greatest comedians aller tijden. Dus ja, we zullen nooit achterkomen hoe die nu zou zijn geweest, maar
Ja, wat er is, zeg maar, dat is al heel erg goed. Dus In dat een moeten ander mensen vragen. parallel universum is zij nog altijd aan het optreden. Dus dan zullen we ergens een tijdsportaal of een rip in space moeten vinden Ja. om dat te zoeken. Even kijken, want 1961, dan was hij nu, was het 69 geweest? Misschien wel Amerikaans president. Ja, You never know. het zou Ja. misschien nog niet slecht geweest zijn. Ja. Dus, goed, mensen, als jullie, laat ons weten wat jullie van Bill Hicks kennen. Kennen jullie hem of kennen jullie hem niet? En zo ja, wat vinden jullie van deze grote held van de Amerikaanse stand-up comedy? Wat vinden jullie favoriete grappen? Heb je een favoriete show van Bill Hicks? Laat het ons zeker weten. Wij gaan, zoals Richard al zei, in de beschrijving ook een aantal links zetten naar shows en interviews en docu's over Bill Hicks. Dus als je geïnteresseerd bent in comedy en je hebt hem nog niet bezig gezien, of je wil zelf stand-up comedy doen en je hebt hem nog niet bezig gezien, dan is dat echt wel de man om eventjes te bekijken en te ontdekken. Je kunt er alleen maar inspiratie mee opdoen en niet op een Javier Guzman manier. Dus doe gewoon inspiratie op en pik niet het materiaal. Want dat is lijkenpikkerij in dit geval. Ja, Dus één grapje. Ach. één grapje. Maar ja, goed. Dat zal een hommage geweest zijn van Habier. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat zo was. Goed, Richard, je had het in een van de vorige afleveringen over jouw favoriete panel, game of comedy game show. Ja. Ik ga het nu hebben over deze. Het is de audiocassette van Whose Line Is It Anyway? Ah ja. Ja, dit is de audiocassette van de oorspronkelijke BBC Radio 4 reeks. Misschien eerst zeggen voor de mensen die niet weten wat Whose Line Is It Anyway is. Dat is een impro-comedy programma waarvan zowel onvoorziene omstandigheden hier in der tijd met Mark Uytroeven en Tom Leenaars als de Lama's een afgeleide van zijn, of een Vlaamse of een Nederlandse versie van zijn. Maar met dat verschil dat geen van beide lage landen versies kon tippen aan het origineel. Dus ja, het is dat is ook de reden trouwens waarom dat ik impro-comedy ben gaan doen. Dus ik had eerst Whose Line Is It Anyway gezien. Dus korte impro-spelletjes gebaseerd op suggesties van het publiek. Dat ging van scènes spelen in verschillende filmstijlen tot op een rij gaan staan met, en een verhaal vertellen in de stijl van een bepaalde auteur. Of Every Other Line, waar dat er één een vaste tekst heeft en een andere moet op improviseren. Wat trouwens altijd mijn favoriete impro-spel is om zelf te doen. De slechts denkbare dat we kennen uit onvoorziene omstandigheden, ik weet niet hoe dat het noemen in de Lama's, is the world worst. Dat je met vier op rij staat en dat je dan de slechtst denkbare manier om iets te doen, of de slechtst denkbare persoon om Ja, iets te doen, naar voren brengt. volgens mij was iets met Zeg. gewoon sfeer op slechtste. Ja, het zal zoiets zijn. Het oorspronkelijke was dus een radioprogramma, maar zes afleveringen van geweest. Het is bedacht door twee Britse heren, zijnde Mark Leveson en Dan Patterson. Ik ga ze altijd door elkaar, ik zal altijd Mark Patterson en Dan Leveson zijn, het is daarom dat ik nu nog eventjes kijk. Die hebben trouwens later ook Mock the Week nog bedacht, Fast and Loose, wat ook weer een impro-programma was, dat een variant was op Whose Line Is It Anyway. In de oorspronkelijke radioreeks, was maar zes afleveringen, waren er twee vaste panelleden eigenlijk. Dat was Stephen Fry, was er één van. En John Sessions, Ah. een bekend acteur in Engeland. Ja. Stephen Fry heeft dan heeft er zes gedaan op radio, heeft er dan nog een paar gedaan op de tv-versie in Channel 4, want de BBC durfde het niet aan om daar van BBC Radio naar BBC Television een versie van te gaan maken. Dus zijn ze bij Channel 4 terechtgekomen. De eerste presentator was Clive Anderson, een advocaat, een voormalig advocaat, die dat dan ging presenteren, wat alle paneleden of alle impro-spelers dan ook nog niet geregeld mee zaten te lachen en belachelijk te maken, wat trouwens een gimmick geworden is voor alle versies
Van Whose Line Is It Anyway? Van Amerikaans tot Australisch, tot Nederlands, tot. Alleen bij onvoorziene omstandigheden was Mark Uytroeven de presentator en waren de spelers zo onder de indruk van Mark Uytroeven dat ze niet met Mark hebben proberen lachen. Maar bij Patrick Lodiers, bij de Lama's, Patrick is ook het knulletje die vaak belachelijk gemaakt wordt. Toch niet bij de huidige Amerikaanse presentator, die dame? Toch ook, maar die is niet op haar mondje gevallen. Aisha Tyler, die kan geregeld ook de heren lik op stuk geven. Dat je zegt van wow. Dus, dat is eigenlijk al de tweede Amerikaanse versie. Dus je had de zesde aflevering van de Britse radioserie. Je had dan een tiental jaar de Britse serie op Channel 4, maar waardoor ook steeds meer Amerikanen in zaten. In de eerste seizoenen namen die. Hebben ze vooral ook los van John Sessions, die bleef er nog wel in. Tony Slattery is er dan bijgekomen, ook een comedyacteur die daar heel bekend mee geworden is. En ze zijn ook gaan kijken bij de Comedy Store Players van de Comedy Store in Londen. Daar zat Josie Lawrence, Paul Merton was een van de Comedy Store Players, die heeft een aantal keren meegedaan in Whose Line Is It Anyway. Is dan later vooral bekend geworden van Have a Good News for You. Dus heel veel, Stephen Frost zat daarin, Mike McShane was dan meer een Amerikaan. En vanaf seizoen 2 zijn er twee heren bijgekomen, een Amerikaan en een Canadees, die ik nog altijd de beste improvisatoren vind die er rondlopen op deze aardbol, zijn de Colin Mochrie en Ryan Stiles. Die zijn gewoon schitterend apart en nog beter tezamen. Greg Proops, een Amerikaanse comedian, heeft er ook een hele tijd in gezeten. Dus naarmate dat de Britse versie verder ging en verder ging, werden er steeds meer Amerikanen en Canadezen en steeds meer minder Britten opgevoerd in dat programma. Op het einde van de Britse reeks werd het ook alleen nog in Amerika opgenomen. Dan is het afgevoerd op Channel 4. Ondertussen was er al onvoorziene omstandigheden gekomen, hè, waar dat Tom Leenaars, Bart Klein, Michiel de Vlieger, Ineke Nijssen in zaten. In Amerika is er dan kort na het afvoeren van de Britse versie een volledig Amerikaanse versie gekomen, op ABC gepresenteerd door Drew Carey, de Amerikaanse comedian, die toen ook al bekend was met zijn Drew Carey Show, zijn sitcom, waar dat Ryan Stiles en Colin Mochrie ook in te zien waren geregeld. Ryan Stiles, ja, zeg maar. En Wayne Brady ook toevallig? Wayne Brady is er in de Amerikaanse versie bijgekomen, want dat waren dan eigenlijk de drie vaste: Colin Mochrie, Wayne Brady en Ryan Stiles, afgewisseld met Greg Proops, Brad Sherwood, Chip Astin. Dat waren zo'n beetje degenen die dan de gasten waren. Robin Williams is trouwens ook één keer te gast geweest in Whoopi Whose Line Goldberg Is It heb ik In ook nog gezien. Whoopi Goldberg. Maar die Ja. met Robin Williams was gewoon. Ja, maar Ik denk dat hij wel dat terug is te zijn vinden stijl. is. Zeker, ja, Ja, dat dat heb ik al is. gezien. Maar dat is zijn speelstijl natuurlijk. Dat heeft hij dan weer Ja. van die Jonathan af? Mangum. Jonathan Mangum Nee. zit er ook. Ja, maar degene die ik de Johnson die ik bedoelde, dat was een voorbeeld voor Robin Williams. Maar goed, dat Ah, ben ik ja. ondertussen wel even. Jonathan Winters. Jonathan Precies, Winters. ja, Ja, klopt. dat was zo'n beetje zijn voorbeeld. Ja, Ja, klopt. Die heeft er trouwens ook één keer in gezeten, denk ik. Oh, echt waar? Oh, Ja, tof. ik Dan ga denk ik het dat een wel keertje één keer. nazoeken. Ja, dus Peter Cook heeft trouwens ook één keer in Whose Line Is It Anyway gezeten, samen met Stephen Fry. Denk zo. In de Engelse versie. En dat was eigenlijk redelijk slecht. Peter Cook moest er constant uitgelegd worden van, ja, maar nee, Peter, het is zo dat je het moet. Dat is het concept. En Stephen Fry was eigenlijk ook niet de beste impro-speler. Hij heeft het dan ook nooit meer gedaan achter een paar afleveringen. Dus een keer dat gestopt werd op de Britse TV, is er dan later nog wel Fast and Loose gekomen met een hele nieuwe lichting improvisatoren. Hugh Dennis heeft dat gepresenteerd. Die ook in Mock the Week team captain is, die ook in uw Taskmaster zat. Trouwens, Greg Davis was een van de vaste improvisatoren van Fast and Loose. Dus die zat daar ook in. Het is vandaar dat ik hem ken. In Amerika, nadat de versie met Drew Carey afgevoerd is, hebben ze nog de Drew Carey Green
screen show gedaan. Dus met alles met greenscreen. En dus als er stonden improviseren en dat er daar ook geanimeerd en getekend werd. En zo van die dingen. Dan is er dan ook nog Improvaganza gekomen. Titels Dat worden er is. niet beter op. De Nee, titels maar worden er niet beter. nee. Improvaganza was eigenlijk grotendeels met dezelfde ploeg van Whose Line Is It Anyway, maar met meer spelers. We waren zeven keer met zes, Drew inbegrepen. En er waren shows die opgenomen werden in Las Vegas. Er zijn er dan een heel pak die apart gaan optreden zijn. Brad Sherwood en Colin Mochrie hebben samen gedaan. Greg Proops en Ryan Stas hebben dingen samen gedaan. Iedereen heeft onderling shows met twee, met drie, met vier gedaan. Die zijn allemaal nog aan het optreden. Al diegenen die in Whose Line Is It Anyway zitten van Engeland, die zijn nog altijd aan toeren in Engeland. Paul Merton is trouwens ook al vorig jaar of het jaar ervoor nog naar Antwerpen gekomen, naar het Comedy Festival. Paul Merton en his Impro-Chums. Ja, ook Dus hier in Carré hebben ze gespeeld. ja, voilà. Dus ja, en ja, ik kan daar blijven naar kijken. Er zijn nog versies geweest, nog een improprogramma hier op 4 op de Belgische televisie, Spelen met uw leven, wat eigenlijk ook weer een Vlaamse versie was van de Amerikaanse versie. Ik kan nu even niet op de titel komen, maar daar zat ook David Armand in, trouwens ook bij Fast and Loose. En dat is die man die alle liedjes uitbeeldt. Ja, Waar Toorn ik heeft hij onder andere. Thorn met Natalie Imbruglia. Wat ik trouwens heel spijtig vind, dat fragment niet meer terug te vinden is op internet. Dus er was ooit Oh. een fragment waarin dat hij begon alleen, Thorn van Oh, en dan komt Natalie zij erbij. Imbruglia. En zij Ja. kwam erbij en begon mee uit te beelden. Dat was schitterend, maar door rechtentoestanden is dat niet meer terug te vinden. Wel nog stukjes van David Armand dat hij het alleen doet. Toen nog als Johan Lipovic, denk ik. Dat was toen de naam van het personage, maar een keer dat hij in Fast and Loose zat en in de Amerikaanse versie. Toch nog gevonden? Echt? Ah, John super gewoon. Lebowitz. Ja, En maar. ja, even. Oh, Ja, hoor je dat? Nee, ik hoor het niet. Oké, heel Maar goed. dan mag je me de link sturen, want ik heb al zitten zoeken naar de versie waar ze alle twee Oh. in te zien zijn. Ik denk dat je had het liedje wel Ja, nou goed, we tolken, maar ik gaan even denk niet dat kijken. Nathalie erbij is. Het is in ieder geval zonder, en anders krijgen mensen Ja. met Natalia erbij te zien. Voilà. Komt goed. Los van Every Other Line, dus het spel waarin dat er één een vaste tekst heeft uit een toneelstuk en de andere moet improviseren. Dat is mijn favoriet spel. Met het andere favoriete improspel dat ik speel met mijn groep, de Nonsense Alliantie, dat is eigenlijk de doventalk die we dan in een journaal steken. Dus alles gaan uitbeelden. Dat is echt wel iets waar ik mij heel erg mee amuseer. Trouwens, mensen, als jullie aan het kijken zijn, op mijn kanaal staat er ook nog impro vanuit ons kot. In de tijd van de begintijd van de lockdown hebben we een aantal impro-shows online opgenomen. Dus kijk daar zeker ook eens naar. Maar we gaan in de links zeker ook veel, in de beschrijving zeker ook veel links zetten naar Whose Line Is It Anyway. En ondertussen, zoals je zei, is er ook een nieuwe versie weer. Ik denk dat sinds 2013 is of zo dat er weer een nieuwe reeks is Op de met Aisha CW. CW, met Ja. Aisha Tyler, waar dan Wayne Brady, die echt qua muzikale impro, denk ik dat niemand daar kan aan tippen. Die kan gewoon alle stijlen, die heeft de moves, die heeft de stem, die heeft de brains. Ik denk ik zeg altijd wel dat Colin Mochrie en Ryan Stiles de beste improvisatoren zijn, maar als je kijkt naar iemand die allround is. Want Colin en Ryan die kunnen niet zingen en die hebben niet de moves. Maar echt de allround impro-comedian, de beste die er rondloopt, is wel Wayne Brady. Maar Ja. de chemie tussen Colin en Ryan, dat is fantastisch. Ja, die zijn zo op elkaar ingespeeld natuurlijk. Na Ja, al die jaren. die mannen zijn bijna, die zijn allemaal al rond de 60. Eind de 50, begin de 60. Dus die spelen al. Ja, als je kijkt van. Whose Line Is It Anyway? De tv-versie is in 88 begonnen en vanaf het tweede seizoen deden Colin en Ryan al mee. Jezus. Dus die zijn al meer dan, die zijn al bijna 35 jaar, als het niet langer is, bezig. Want ja, ze waren natuurlijk al ettelijke jaren bezig voordat ze op tv kwamen. Dus mensen, als je nog Mooi. niet kent Whose Line Is It Anyway of alle afgeleiden ervan, je kunt uren
dagen materiaal terugvinden van Whose Line Is It Anyway op YouTube. Dus ik zal zeker een aantal links zetten. En als je het kent, het programma, laat ons weten wat je ervan vindt. Wat is jouw favoriete impro-game? Ben je zelf impro-speler? Wat speel je zelf graag? Dat wil ik zeker weten. Wat vind je van De Lama's? Wat vind je van de Vlaamse versies, Onvoorziene Omstandigheden? Trouwens, Nederland heeft dan ook nog De Badgasten en De Hyena's gehad als impro-programma's. Allemaal de opvolgers eigenlijk dan van De Lama's op BNN. Maar als je echt goede impro wil zien, kijk dan naar Whose Line Is It Anyway. Kijk naar het originele format en kijk niet naar de afgeleiden ervan. Toch zeker niet De Lama's. Sorry. Ik kan er niet aan doen, maar wat de Lama's doen, dat is geen impro. Dat is gewoon elkaar kloten, gelijk dat wij zeggen, en proberen de loef af te steken, maar dat is geen samenspel wat ik zie in de Lama's. In alle andere impro-shows heb ik dat wel al gezien, maar niet in de Lama's. Maar ja, wie ben ik om er iets van te zeggen? De Lama's zijn God in Nederland, of waren God in Nederland, hebben de grootste zalen gevuld. Dus Van de televisiering gewonnen. voilà, dus. En ja, Ruben Nicolai vind ik en Jeroen van Koningsbrugge vind ik twee topkerels. De andere iets minder. Christel Zweers heeft er nog in meegedaan. Dus Sarah Kroos heeft er nog in meegespeeld. Dus het Ja, leek wel, we het zijn. grappige is ook dat bijvoorbeeld Tal Bekan, dat was eigenlijk iemand die meer een producer was, die Ja. achter de schermen zou meehelpen. En dat bleek ter plekke eigenlijk toch een van de betere improvisatoren te zijn, toch? Ja, Dus ja. dacht hij zelf dan vooral, denk ik. Ja, doe er maar min over. Maar het is wat dat betreft wel heel apart hoe hij daarin gekomen is. Dus ik vond het wel leuk. Ja, ik ben ervan overtuigd dat Tijl Bekkant alles goed kan produceren en goed kan aanpakken en programma's maken. Maar neem het aan van iemand die zelf al 25 jaar impro doet. Wat Tijl Bekkant doet, is geen goede impro. Dus, maar jij Bill durft precies Hicks. niks zeggen. Nee, het interesseert me niet. Mensen, kijk Bill Hicks. Het is Ja. een waanzinnige comedian. Voilà. Staalkaart voor eigenlijk alles wat een goede comedian zou moeten kunnen doen. Compromisloos, harde grappen, maar ook gewoon goede grappen. En altijd de moeite van het kijken waard. Oké, goed. Dit was het wat deze week betreft. Vond je de aflevering leuk? Geef deze aflevering een like. Abonneer je op dit kanaal. Ga ook eens naar het kanaal van zwartekat.nl. De doorlink vind je op de outro van deze aflevering. En ik zou zeggen, hopelijk tot volgende keer. Salut. Dag, Richard. Doeg!